Horeca en winkeliers van Zeeland presenteerden zich dit weekend aan de bevolking. Onder de naam Black Sunday waren er diverse activiteiten in en rondom het centrum van Zeeland. Heel duidelijk een nieuwe keuze gemaakt, Harold, door te zeggen van de winkeliers die mogen hun zaken ophouden en de horeca presenteert zich hier op het plein met allerhande activiteiten. Ja, we hadden dus in het verleden de wintermarkt, maar we merkten toch wel dat winkeliers er toch wel, veel werk is niet alleen het woord, maar daar komt dat natuurlijk wel iets meer in bekijken. Toen hebben we gezegd, we maken de keuze in ieder geval als alle winkeliers dan in ieder geval toch open gaan op die zondag, dan hebben we waarschijnlijk toch een leuke mix. Het slechte weer was echter een grote spelbreker. Hebben jullie het programma een beetje aan moeten passen vandaag vanwege de regen? Ja, we hadden echt wel wat leuke kinderactiviteiten ook erbij gezet. Maar die hebben we gewoon afgebeld. Want daar gaan dan toch onnodige kosten in zitten. En dat is wel jammer voor de uitstraling. Maar je moet op een gegeven moment wel gewoon ook reëel blijven. En dus dat hebben we helaas gedaan. Maar dat kunnen we dan misschien volgend jaar extra doen. Vanaf komend weekend houden de kerkgemeenschappen van Nederland hun kerkbalans. Rinus van den Heuvel uit Schaik legt namens de parochie Johannes de Doper in Schaik uit wat de kerkbalans inhoudt. Die begint komende zaterdag en het is de bedoeling dat die begin februari ook weer wordt afgesloten. Dus we hebben een 14 dagen, een tweetal weken waarin we proberen de actie kerkbalans uit te rollen. In ons geval dan binnen onze parochie. Onze parochie is nog recent, redelijk nieuw. We werken met 4 locaties, maar onder de parochie vallen toch een veertiental dorpen met dito kerken en dus ook oude parochies. Iedere parochie had zo zijn eigen merites en zijn eigen manier van handelen. En op dit moment zijn we zover dat we proberen, wat betreft de actie kerkbalans, om de boel op elkaar af te stemmen, wat te coördineren. Binnen de actie Kerkbalans wordt gepoogd, binnen onze geloofsgemeenschappen, binnen onze kerken zal ik zeggen, de mensen te interesseren om de parochie financieel te willen ondersteunen. Wij proberen toch zoveel mogelijk alle gelovigen, alle inwoners eigenlijk, proberen wij toch door middel van een brief proberen wij die te bereiken. En dan kan men als reactie aangeven welke ondersteuning men ziet voor de parochie. Afgelopen zondagmorgen was er al vroeg geen parkeerplek meer te vinden rondom de rotonde bij de Bergmaas in Zeeland. Wat was er te doen? Wielervereniging Uden had een veldrit georganiseerd voor de jeugd in de bossen tussen Uden en Zeeland. Voor Twan van den Brand, de kersverse voorzitter van de vereniging, was het zijn vuurdoop. Onder mijn voorzitterschap is dit mijn eerste evenement. Ja, en wij zijn eigenlijk van echt een wielerclub of wielervereniging die echt tot genoegen na dood is geweest 2 jaar geleden. Zijn we nou eigenlijk onder mijn voorzitterschap zijn we naar een heel mooie vereniging gegaan met al behoorlijk wat leden. En we staan hier nu dus in de bossen van Landert. En we hebben hier een evenement neergezet voor onze jeugdleden. Zodat zij de mogelijkheid hebben om in ieder geval hier in de buurt te trainen. Maar dus ook een wielerwedstrijd te rijden. En op deze manier proberen we ook weer de binding zeg maar, met Landert en met Uden te krijgen. En weer wat meer wielerevenementen te organiseren, zodat we weer meer leden krijgen. Dat is eigenlijk de opzet van de evenement. En het was niet zomaar een wedstrijd. De jeugdige deelnemers, die onderverdeeld waren in 7 categorieën, konden nog punten verdienen voor het Nederlands kampioenschap veldrijden jeugd. Over 2 weken is het Nederlands kampioenschap in Helmond voor de jeugd. En dit is eigenlijk de laatste mogelijkheid voor de jeugdrenners om nog punten te halen. Dus we hebben een prachtig deelnemersveld met 225 voorinschrijvingen. Ik hoorde net al dat er nog een hoop bijschrijvingen waren. Dus wij mogen als vereniging voor de eerste keer eigenlijk, tenminste voor de ploeg die er nou staat, mogen we echt heel trots zijn op hetgeen wat we nou neer hebben gezet. En het nummer 3, dat wordt de stem van die kerk.
Ook dit jaar weer het traditionele volleybaltoernooi van Peter Peters TSR uit Schaik. Het eerste weekend van januari werd het toernooi gehouden in sporthal De Eegt. De teams bestonden uit een mix van competitiespelers en recreanten, dames en heren. Op een koude, regenachtige zaterdag van januari opende wethouder Beumer een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Vestilent. Welkom allemaal bij de opening van het kunstgrasveld. Ja, na een mooie periode van voorbereiding is het afgelopen zomer het veld razendsnel aangelegd. Dat maken wij al vanaf 1 november met veel plezier gebruik van het veld. We willen natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan vandaag, deze officiële opening. Uiteraard wil ik ook het college van gemeente Landert bedanken. Klees ook aanwezig hier in de persoon van Maurits Beumer. Die zal ik het veld symbolisch openen. Nou ja, volgens mij moet een aftrap van deze afstand redelijk lukken. Ik ben nooit een echte grote voetballer geweest. Je dankt het college, maar eigenlijk moeten we vooral ook onze gemeenteraad bedanken. Yeah! Zo met deze. Delen altijd zo goed mogelijk te doen. Ja, dus je werkt altijd keihard, probeer altijd het maximale eruit te halen in de vorm. En dat vinden wij altijd belangrijk. Ik laat je iets liggen, dan doe je het op 80%. Ja, kijk, dat is, ja, dat vinden wij zonde. Ja, dan mis je net wat. Probeer goed op te letten, hard werken. En dan, ja, van de schaar, en ik doe alles voor. En dan proberen we elkaar te kopiëren. En we gaan ook proberen een goal te maken. De goal is iets groter dan normaal, hè. Nou, zoals je kunt zien, onze jeugd is in het trainen met trainers van Vitesse. We hebben drie trainers van Vitesse die hier een kliniek verzorgen voor de jeugd. De zorgcoöperatie Reek vierde haar vijfjarig bestaan met een gezellige dansavond. Onder leiding van de band Recovery werd op zaterdag 12 januari menig danspasje gezet. Het hele centrum van Schaik is bijna compleet vernieuwd. Ook de Rabobank krijgt daarin een mooie nieuwe ruimte. Op vrijdag 11 januari was de verhuizing een feit. Ja, een nieuw fris kantoor. Even wennen, want we hebben nagevraagd hoe lang hebben we eigenlijk aan de Runstraat gezeten. Nou, mijn collega vanuit die van 84, Willy van der Loop, die zei nou toen ik begon, toen zaten we daar al. Dus sinds mensenheugenis zullen we maar zeggen, zaten we op die locatie. Geld storten kan helaas niet meer. En de pinautomaat blijft op de oude plek.